aantrekkelijke centra waar inwoners uit Teylingen en de regio graag komen. Dat is het doel van de Centrumvisie Teylingen. Vanaf 2019 dachten inwoners, ondernemers en organisaties mee over de toekomst van de centra. We hebben het afgelopen jaar veel informatie opgehaald, onder andere met bijeenkomsten. En in april zouden afsluitende bijeenkomsten plaatsvinden. Dat kon niet doorgaan vanwege corona. Maar we gaan wel door met het proces. Naast de opgehaalde informatie hebben we ook technische onderzoeken gedaan. Die worden verwerkt in de visie en in een uitvoeringsplan. En dat geeft ons de volgende stap waarin we echt plannen gaan maken. De centrumvisie geeft een houvast in de ontwikkeling van de centra. Bijvoorbeeld over het winkelaanbod, de uitstraling van de openbare ruimte, bereikbaarheid en kansen voor duurzaamheid. En welke acties er nodig zijn om de visie voor elkaar te krijgen. De planning is om in het najaar de ruimte te bieden om opnieuw mee te denken over de keuzes. In die periode gaat ook de visie naar de commissies. En ons streven is om in december te komen tot besluitvorming.